Zo. Hoi jongens, welkom bij het avondzonnetje hier op de hei. Ik ga er een methode opzetten voor de ICP-OES. En zoals je ziet heb ik die uiteraard hier niet bij de hand. Dus dat moet ik doen met behulp van de software, vandaar dat ik mijn laptopje mee heb. Nou, dit is onze ICP-OES. Een vrij groot apparaat. En wat je ziet is dat het hieronder heel mooi schoon is. En dat is heel belangrijk bij ICP, zowel ICP-MS als bij ICP-OES, omdat contaminatie, dus vervuiling van buitenaf, ja, daar heb je heel veel last van. Je werkt tenslotte met hele lage concentraties. En dus is het belangrijk dat we hier bijvoorbeeld met millicuur werken. We werken met ultrapuur zuur, om te zorgen dat we geen vervuiling van buitenaf krijgen. Nou, wat je hier niet ziet, is de koeling. Die zet hier achter. Die moeten we altijd eerst aanzetten, voordat we de apparatuur aanzetten. Nou, ik wil even naar dit stukje met jullie. Pak hem eens. Ja, daar is hij. Dat is dit stukje. Nou, hierboven ga je naar het plasma. En je ziet het millicuur wordt opgezogen door dit slangetje hier. En via dit slangetje komt het in de vernevelaar. En dit zorgt ervoor dat het opgezogen vloeistof wordt verneveld tot een heel fijn nevel. En komt in deze vernevelkamer terecht. Ongeveer 1% gaat door naar boven. En komt dus in het plasma terecht. En ongeveer 99% gaat hier naar het afvalvat. Nou, dit is een waterslot, dus er zit normaal gesproken tot hier vol. En ik kijk meestal even hier of ik druppeltjes naar beneden zie vallen. Als ik dat zie, dan weet ik dat die goed loopt. Zie ik dat niet, hè, komen er geen druppeltjes meer, dan zit waarschijnlijk die vernevelaar verstopt. Dat gebeurt af en toe, dan moet ik hem even doorspoelen met methanol. Dat is verder geen probleem. En dan kan ik daarna weer verder. Nou, nu moet ik met jullie naar de software toe. Dus even de software openen. Nou, normaal gesproken klik ik op Postman als ik data wil uitwerken, maar ik wil nu echt de analyse starten, dus ik zal nu op Analysis klikken. En dat had ik al gedaan, dus die staat hier. En dan wordt dit programma geopend. Nou, hiermee kan ik echt een analyse uitvoeren. Eerst wat ik even moet doen, en dat is typisch voor deze software, is ik moet even de database QuantBase openen. Dit zorgt ervoor dat alle emissielijnen van de elementen, dat hij die meeneemt en dat hij daarmee kan werken, anders doet hij dat niet. Nou, ik ga een methode openen, dus ik begin met methode Measuring Conditions. Ik ga eerst mijn instellingen doen voor mijn plasma. Nou, dat kan ik hier doen zoals je ziet. Hier staan al die instellingen, radio frequency, plasma gas, auxiliary gas, etc. Nou, ik wil tomaten gaan meten. En tomaten wil ik typisch meten voor de elementen calcium, magnesium, kalium, natrium. Dan zou ik dit vermogen wat terug kunnen schroeven. Die elementen zijn heel goed te atomeriseren en heel goed in aangeslagen toestand te krijgen. Dus dit vermogen zou ik terug kunnen brengen. Dat doe ik echter niet. Ik weet namelijk dat de concentratie ook heel erg hoog is. En hoe hoger deze waarde, 1,2 kilowatt, hoe stabieler het plasma. Dus ik heb er ook alle belang bij om het plasma stabiel te houden. Dus ik laat het even zo. Plasmagas, dat is eigenlijk om te koelen. Nou, 10 liter per minuut. Dit is de grote argonslurper. Ik laat hem even zo staan. Dit is typisch zo'n waarde waarmee je tijdens het onderzoek een beetje mee gaat spelen. Een beetje met trial en error kom je erachter wat eigenlijk ideaal is. Voorlopig laat ik hem even staan. Auxiliary gas, dat is de hoeveelheid gas argon die hij gebruikt voor het plasma maken zelf. Dus deze vormt het plasma. Ook dit is zo'n waarde waarmee je gewoon even moet spelen. En de carrier gas, dat is het gasvolume wat de aerosolen, dus het je monster in het plasma brengt. Dat 0,7. Ik breng hem denk ik ietsje naar beneden, omdat ik toch naar hoge concentraties kijk. En wat ik niet wil, dat zal ik straks uitleggen, is dat mijn plasma te instabiel wordt. Want alles wat ik nu inbreng, dat moet verdampen. Dus als ik te veel inbreng, dan moet ik te veel verdampen en wordt mijn plasma instabiel. Ik kijk toch naar hoge concentraties, dus ik kan dit wel wat lager zetten. En dan komt er iets minder in de plasma, maar dan wordt mijn plasma stabieler. Maar ik meet waarschijnlijk toch meer dan genoeg. Exposure time, 30 seconden doet hij dan per meting. Lijkt me prima. Solvent rinse, die zet ik even uit. Ik heb geen autosampler, dus ik hoef niet steeds onderwijl te spoelen. Dus dat kan gewoon uit. Sample rinse, 30 seconden. Dus het duurt er 30 seconden over om door dat vloeistof heen te zuigen. Nou, normaal gesproken duurt het 15 seconden, dus 30 is lang genoeg. Nou, dit zijn de condities voor een axiale meting. Dus dan kijk ik recht op de plasma en dan zie ik alles. Nu weet ik uit literatuuronderzoek dat kalium ook aanwezig is en dat kalium heel sterk emitteert, dus een heel hoog signaal zal geven.
Die kan ik dan beter meten en doe ik door condities 2 aan te vullen in een radiale meting. Dan kijk ik maar naar een deel van het argon, argonplasma. En omdat ik maar voor een deel kijk, krijg ik minder signaal binnen. Maar het signaal wat ik krijg is wat minder verstoord door andere elementen zoals natrium, kalium. Maar kan ik dus ook die hoge concentraties makkelijker meten. Die condities kan ik later instellen. Nou, met deze instelling ben ik tevreden. Het stomme is, ik heb even geen muis wat bij mijn OK-knop kan vinden. Dus dit moet ik dan even gokken. Ja, dat was hem. Die instellingen zijn gedaan. Ga ik nu door naar de elementselectie. Dus ik kies even de elementen uit die ik wil. Ik kan dat kwalitatief doen. Nou, dan krijg ik eigenlijk een indicatie van welke elementen zitten er in mijn monster. Dat is als je gewoon wil weten wat zit er überhaupt in mijn monster. Nou, dat wil ik niet, want ik heb nu duidelijk een lijst van elementen die ik meten wil. En die wil ik kwantitatief meten. Ik heb er ook calibratielijnen voor. Dus die stel ik nu in. Het element calcium pak ik eruit, want die wil ik graag meten. En dan zie je hier de elementen, of de lijnen. Of het een ionlijn of een atoomlijn is. En hier, dit staat voor background equivalent. Hoe lager dit getal, hoe lager de achtergrond. En dus hoe betere signaal-ruisverhouding je hebt. Vandaar dat hier recommended staat. Dit is nummer 1, nummer 2, nummer 3. Dit zijn de beste 3 lijnen. En dit zou dan 4, 5, 6, 7 enzovoort zijn. Nou, deze software werkt als volgt. Deze software werkt, hij meet eigenlijk alles. En ik selecteer nu wat ik wil laten zien in eerste plaats. Als later blijkt dat ik toch met deze 3 niet uitkom, kan ik met deze software bijvoorbeeld een andere lijn er nog bij pakken. Dat kan ik achteraf doen. Dat is uniek voor deze software. Andere apparatuur kan dat vaak niet zo. Dan moet ik dus nu slim kiezen. Ik doe dit voor calcium. Ik wou kobalt meenemen, want die wil ik als interne standaard waarschijnlijk gebruiken. Dus die pak ik alle 3. Dan wil ik het element ijzer hebben. Ook alle 3. Die en die pak ik mee. Dan wil ik nog hebben kalium. Daar kom ik straks heel even op terug, maar die pak ik ook even mee. Magnesium uiteraard. Voor magnesium wil ik trouwens even opletten. Ik wil daar een atoom en een ionlijn hebben. Dus ik pak even een extra atoomlijn mee. Daar wil ik 2 lijnen van hebben namelijk. Een ion en een atoomlijn. Dat zal ik straks doen om het plasma te monitoren. Of de plasmastabiliteit te monitoren. Daar gebruik ik hem voor. Komt ook voor in de opdracht trouwens. Voor natrium selecteer ik ze alle 3. Welk element had ik dan nog meer? Je ziet het hele periodiek systeem staat erin. Dat is ook het voordeel van een ICP-OES. Dat je heel veel elementen in één klap kunt meten. Ja, anders dan een AAS waarbij je element voor element moet meten. Kan ik hier alles in één klap meten. Die neem ik mee en dan zie ik er nog eentje staan. Een interne standaard neem ik ook mee van het element yttrium. Dus die pak ik ook nog even mee en je ziet dat ik die duidelijk selecteer als interne standaard. Oké, gedaan. Alle elementen zijn geselecteerd. Nou, voor kalium, die wilde ik radiaal meten. Dus die kan ik hier op conditieset 2 zetten, want die had ik gezet op mijn radiale meting. Dus die kan ik dan hierop stellen. Hier ben ik tevreden mee. Deze elementen, die wil ik straks allemaal, ik zal ze allemaal even selecteren, behalve yttrium natuurlijk. Al deze elementen, die wil ik gaan corrigeren voor een interne standaard. Oh, dat kan ook niet. Waarom kan dat nog niet? Oh ja, internal standard corrections. Al deze elementen, dat moet ik hier doen, was ik even vergeten. Al deze elementen wil ik selecteren, pak ik even deze. Set allemaal corrigeren voor deze interne standaard. Ik pak nu even de bovenste. Misschien wordt het later een van de andere 2. Kan ik dat bijstellen. Oké, dit is ook gedaan. Dus ik heb nu mijn elementselectie gedaan. Voor kalium doet hij dat niet. Even terug. Elementselectie. Kalium doet hij namelijk op conditie 2. En aangezien ik de interne standaard op conditie 1 meet, gaat dat niet goed. Dus ik ga kalium toch even terugzetten naar 1. En dan kunnen we later wel zien of we misschien toch dat radiaal moeten meten. Dus ik ga nu toch even axiaal meten.
En als achteraf blijkt dat ik hem radiaal moet meten, dan merk je dat vanzelf. Kijk, nou krijg ik die foutmelding niet. Dat gedaan. Standaardregistratie is de volgende stap. Deze elementen wil ik meten met een standaard additiemethode. Dat lijkt me prima. Add samples. Nou, ik wil de blanco plus, laat ik even 5 standaarden pakken. Dus dan 6. Dus 5 standaarden voor de calibratiereeks plus de blanco. Add. Dus dit is dan de blanco. En dit is standaard 1, standaard 2, standaard 3, standaard 4 en standaard 5. Oké, gedaan. Nou, deze calibration blijkt dat hij er meteen voor corrigeert, is die. Ik vink hier ook even dit display limit of quantity bij. Dan heb ik gelijk de detectielimieten. Die krijg je dan gratis bij. Vind ik wel zo handig. Oplossingen voor de calibratie reeks 1. Batch edit. Rechtermuisknop. Batch edit. Er staat nu in milligrammen per liter. En ik wil dus hier 0,005 milligram per liter. Dus dat is 5 ppb. Microgram per liter. Deze doen we op 0,010, dus dat is 10 microgram per liter. Deze is 0,100 microgram per liter, 500 microgram per liter, cancel, en 1 milligram per liter. Dat is ongeveer de range die vrij gebruikelijk is. Van met ons systeem in onze labruimte, 5 ppb is wel zo'n beetje de ondergrens die wij meten kunnen. Het lab, het apparatuur kan lager meten overigens. Het apparaat is technisch goed genoeg. Maar je merkt dat contaminatie op het lab het grote probleem is. Dus onder de 5 ppb heeft het eigenlijk niet zoveel zin om bij ons te meten. En meestal kunnen we tot zo'n 10 ppm meten als hoogste concentratie. Dat zijn zo'n beetje de grenzen. Oké, netjes gedaan. En dan moet ik naar measurement. Recall samples, dus nu ga ik de samples erin doen. Ik ga natuurlijk als eerste mijn calibratiereeks meten. Dus dat ga ik als eerste doen. En daarna ga ik samples meten. Laat ik dit eerst doen. Batch create. Number of samples, nou laten we de 5 doen. Voor het sample 1 tot en met 5. Hupsiekadee. Dat staat er netjes in. Oké, en je ziet dat hij nu... Oh, dat is nog niet gedaan. Ik wil even... Die had ik moeten aanvinken. Batch create. 5 monsters. Oké. Nou, je ziet dat hij nu eerst de calibratiereeks gaat meten. En daarna gaat hij de 5 samples meten. En nu is het een kwestie van klikken op plasma on. Dat lukt me natuurlijk nu niet, want ik heb hier natuurlijk geen echte ICP aangesloten. En dan kan ik het lijstje af. Voordat ik dat doe, ga ik met jullie even wat doen. Want ik klik, stel, als ik nu op plasma on klik, dan gaat hij hier alles instellen. Dat gaat vrij vlot overigens. Ik moet even wachten tot, hij staat hier beneden, de detectortemperatuur op de juiste temperatuur is. Dat duurt eigenlijk het langst. Maar met 5 minuten kun je aan de slag. Maar in die 5 minuten ga ik letten op een aantal dingen. Dit is ons systeem. En hier zo zie je de torch. En dus hier ontstaat het plasma. Dat blaast er vanaf hier. Blaast dat zo recht omhoog. Hier tegen aan. Dit dingetje. Deze. Dit noemen ze een orifuis. En deze orifuis die kijkt rechterop. Dus je kijkt zo recht in het plasma. Dus dit is een axiale. Nou, hier zie je een spiegeltje en vanuit het spiegeltje gaat het zo de spectrometer in. Dus op die manier hebben we een axiale view te pakken. Dit is mijn radiale view, dus vanaf deze kant kijk ik radiaal. En die gaat ook hier naartoe, zit hier een spiegel, gaat daar naartoe, zit daar een spiegel. En op die manier gaat het ook de spectrometer in. Dus ik kan met dit systeem zowel axiaal als radiaal meten. Dat is een groot voordeel. Dat doet hij trouwens niet simultaan. Hij zal eerst de axiale meten en dan start hij de meting opnieuw en doet hij een radiale meting. Dus
Als je zowel axiaal als radiaal instelt, dan duurt de meting dus ook 2 keer zo lang. Nou duurt een meting ongeveer 5 minuten per meting, dus dan ben je 10 minuten onderweg. Dus dat valt ook allemaal wel weer mee. Dit is hoe dit systeem werkt. Als de plasma aanstaat, dan controleer ik een aantal dingen. Ik zal even de rode pen erbij pakken. Ik kijk eerst even aan de onderrand, dus deze rand, of die mooi strak is, zoals in dit geval. Of er niet te veel hobbels in zitten. En verder kijk ik of dit gedeelte, dus dit stuk, of dat mooi stabiel is. Bij ons zit trouwens hier die orifuis, dat zie je ook, hè, dit dingetje. Die zit hier, dus hij blaast hem hier af. Dus hij zit er als het ware zo omheen. En dit plasma dat krult er als het ware zo omheen. Ik let even hier of ik niet al te veel zie flikkeren. Dit is een hele nieuwe, ziet er heel mooi schoon uit. De werkelijkheid is eigenlijk dat dit vaak aangeslagen is. Het begint een beetje te corroderen. En eens in het jaar vervangen we hem ook. En als je dan hier vonkjes weg ziet vliegen, dan weet je dat we hem langzamer had moeten vervangen. Dit is echt een hele mooie, want wat ik hier niet zie is een bullet. En die bullet zal ik even in blauw tekenen. Soms zie je hier dat er een, als het ware, een inkeping in zit. Dus er zit zoiets in. En hier is er dan eventjes geen plasma. Dus dit gedeelte is even zonder plasma. En dat komt vanaf beneden wat mijn sample ingebracht, dat wordt verneveld. En dat sample dat moet natuurlijk hier eerst even verdampen. Daar is warmte voor nodig en dat onttrekt hij aan het plasma. Dus hier is er eventjes geen plasma. En dat betekent dus ook dat als ik hier radiaal probeer te meten en die bullet zit in die weglengte, ja, dan klopt mijn radiale meting niet. Dus die bullet die moet ik in de gaten houden. En vandaar dat ik mijn carrier flow ook even lager zet om te zorgen dat die bullet, net als bij deze foto, er gewoon niet is. Maar dit zijn typisch dingen waar ik even op let voordat ik mijn metingen allemaal afrond. Tijdens het opstarten van zo'n tijdens de opstartprocedure kan je dat soort dingen even mooi checken. Dan gaan we verder met de software. Normaal gesproken, als ik alles gemeten heb, verschijnt hier een emmetje en dan is alles netjes gemeten. Nou kan ik dat hier niet, dus ik moet nu even een meting erbij gaan pakken die al gedaan is. Dus die pak ik even hierbij. Nee, dat hoef ik niet te bewaren. Nee, echt niet. En je ziet hier al die emmetjes, dus alles is correct gemeten. Mocht er iets zijn, dan zie je hier bij de judge zie je dat er iets mis is gegaan. Dat krijg je er gelijk bij. Het eerste wat ik nu ga doen, voordat ik naar de metingen ga kijken, want je ziet die calibratielijnen al, je ziet hier al de eindresultaten. Ik ga eerst kijken naar de profielen. Dit zijn de elementen en de elementlijnen die we geselecteerd hebben in het begin. En dan zie je, voor calcium heb ik er 4, voor kobalt heb ik er een paar, voor ijzer heb ik er een paar. Magnesium heb ik er 4. Nou, je ziet dat dit netjes gemeten is. En wat ik nu ga doen, is ik ga voor het gemak eerst even alle standaarden selecteren. Dat heb ik nu gedaan. En dan kan ik hier op explanatory notes, kan ik even bijzetten, dan weet je wat wat is. Ja, dus de blauwe is de blanco, nou die is eigenlijk nergens te zien. Deze blauwe is een hoge standaard en die zie je dus ook, dat is deze lijn. En standaard 7 is de hoogste standaard en die gaat hier het hoogste. Ik zie een aantal dingen. Ik zie dat hij hem hier aftopt. Dat doet hij hier ook. Dat betekent dat die detector verzadigd is. De concentraties waren hier dus te hoog. Dus deze emissielijnen zijn niet handig om te meten. Die ga ik straks weghalen. Dan hier zie ik een piek er vlakbij. Dit is dus kans op lijnoverlap. Ook dat wil ik liever niet. Dus deze lijn is dus ook echt niet zo geschikt. Hier zie ik dat al een stuk minder, maar ook hier zit een lijn in de buurt. Deze heeft dat niet. Nou, kalium hier. Het ziet er helemaal niet uit, dus dit is helemaal mislukt eigenlijk, deze meting. Magnesium. Is ook wat aan de hand. Je ziet bij deze magnesium gebeurt ook van alles en nog wat, dus dat is ook niet prettig. Want wat ik natuurlijk zoek is eigenlijk, nou, zoiets als deze, als zoiets als dit. Hè. Gewoon één mooie geïsoleerde piek. Natrium heeft natuurlijk ook allerlei problemen. Je ziet ook trouwens hier een hele hoge achtergrond. Bij anderen is dat zo ongeveer plat, zoals je hier te zien is. Zie je hier een hele grote achtergrond. Dat vind ik ook vervelend. Dus op basis hiervan ga ik al een selectie maken van welke lijnen doen er nou toe. Dus heel veel lijnen kan ik nu gaan weghalen. Dat kan ik weer gaan doen naar de elementselectie. En dan kan ik nu zeggen welke elementen ik allemaal niet wil hebben. Nou, die 17 die wil ik eigenlijk wel behouden en de rest kan weg voor calcium.
Voor kobalt vond ik die 28 wel oké. En de rest kan dus ook weg. Voor ijzer vond ik die 59 wel oké. Dus de rest kan weg. Kalium. Wat vond ik van kalium? 466 vond ik wel oké. En de rest, die ging helemaal nergens over. Kan ook weg. Voor magnesium, dat vind ik een tricky. Hier. Die wil ik er echt een paar bewaren. Want dan wil ik er twee hebben. Dus dan wil ik die willen hebben. Nou, daar ga ik even, die ga ik weghalen. En de rest kijk ik even wat nauwkeuriger na straks. Voor, even kijken, welk element heb ik nu? Natrium. Daar wil ik eigenlijk alleen die hebben. Dus die kan weg en die mag weg. Yttrium, daar doen we alleen die 34. Die 24, sorry. Die kan weg, die kan weg. En voor zink houden we 313, houden we, vond ik wel oké. Zo. Volgens mij was dit het lijstje zoals ik hem bedacht had. Oh. Standard cannot be excluded. Oh, ik heb iets gedaan wat blijkbaar niet mocht. Nou weet ik niet welke ik dan gedaan heb. Oh ja, die mag niet weg. Zo. Kijk, nou wordt het al een stuk beter. En je ziet ook dat ik een aantal lijnen nog heb. En een aantal moet nog naar kijken. Nu kan ik wat meer in detail gaan kijken. Dus wat ik nu ga doen is... van sommigen zie ik bijvoorbeeld nog een achtergrondje. Zoals bij deze. En bij die. En bij die. Deze heeft daar last van. Die zink een beetje. Die kijk ik nu even in meer detail. Dus die kan ik nu hierop klikken. Die kan wel even aan de kant. En dan kijk ik heel precies. En wat ik nu even ga doen is ik ga zeggen... background correctie, twee punten. Ik ga nu de background correctie toepassen. En ik klik even deze dingen aan. En in groen kan ik dan de background correctie aanzetten. Zo. En de rode, die geven me piek aan. En die wil ik zo klein mogelijk zetten om piekoverlap te voorkomen. Anders wijst hij me straks de verkeerde piek aan. Dus die rode kan ik goed zetten. En het is een beetje gepiel. Want weet je wat, ik open deze eventjes. In één profiel. Kijk, dan kunnen we het beter zien. De groene lijnen kan ik tussen de achtergrond mee zetten. Dus dat doe ik eventjes op deze manier. Dus deze punten neemt hij nu mee als achtergrond. En ik zorg dat hij die rode lijn, dat ik daar goed de piek in herken. Want dit staat nu netjes. Do you want to change? Yes, dat wil ik bewaren. Nou, de rest staat eigenlijk wel oké. Dus nu heb ik dat net even wat beter weer gedaan. Dan ga ik weer naar multi. En nu heb ik de boel netjes staan. En nu kan ik aan de slag. Doe nog wel één controle. Ik kijk nog even bij de monsters. Of het daar goed is gegaan. Of ik daar geen rare dingen zie. Nou, dat ziet er eigenlijk ook allemaal wel oké uit. Nou, nu ben ik tevreden. En nu kun je naar de calibratielijnen kijken. En dan zie je dat die eigenlijk allemaal mooi uitkomen. Je ziet ook gelijk de R-kwadraat erbij. Bij 3 sigma, als ik op zo'n lijn klik trouwens. Laat ik deze calcium bijvoorbeeld pakken. Dan zie je ook gelijk dat die de limit of detection erbij pakt. Even uittrekken. Zo. Dus die heeft hij ook meteen te pakken in milligrammen per liter. Dus dit is ongeveer weer die 5,7 ppb. Onze eerste standaard. Dus onze eerste... uit de calibratiereeks zit ook wel een beetje op de detectielimiet. Maar je ziet dat hij het heel netjes doet. Je ziet ook dat hij hier bij magnesium, dan doet hij het niet en dan geeft hij vraagteken en trekt hij geen lijn. Dus even kijken wat hier aan de hand is. Ja, je ziet hier uitroepteken, uitroepteken, uitroepteken. Dat betekent dat hij hier de concentraties te hoog vond. Hier zat je op je grens van je detector. Dus ik die er even exclude van de calibratielijn, dus dan neem ik de calibratielijn op basis van deze punt en neem ik die twee niet mee. Dan zie je dat hij daar nog steeds een prima lijn doorheen trekt. En dan kan ik die ook meenemen. Apply to group. Close. Dus dat moet ik even handmatig doen. In principe ben ik nu klaar. En kan ik naar mijn list of results. En dit is dan wat ik te pakken krijg. En dit zijn mijn gemeten monsters en de concentraties voor calcium, kobalt, ijzer enzovoort. En je ziet dat die allemaal rond de 1 ppm liggen. Dat klopt ook, want dit is een standaard, een recovery standaard. En alle concentraties hebben daarvan een concentratie van 1 ppm ongeveer. Dus dat komt heel mooi overeen.
En dat lijkt erop dat hij heel goed gemeten heeft. Yttrium, dat was de interne standaard en dan geeft hij hier de hoeveelheid counts weer. Dit kan ik gewoon copy-pasten in Excel en dan kan ik verder aan de slag. Dat geldt trouwens ook voor deze profielen, die kun je ook gewoon copy-pasten naar Excel. Calibratielijnen kun je copy-pasten naar Excel, etc. Stel je wil intensiteit, omdat je verder wil rekenen, kun je dat ook selecteren. Nou, hij pakt nu voor de optimale golflengte. Zou je dat uitvinken, dan zou je dat voor alle golflengtes krijgen. Dat zie je ook voor magnesium, zie je die andere drie er ook bij. Mocht je daar interesse in hebben, kun je dat nog opvragen. Nou, dit is hoe je methode opzet en uitwerkt, je meting uitwerkt bij de ICP-OES. Jullie kunnen verder met de opdracht, denk ik. Daar zijn deze gegevens krijg je daar ook mee om te verwerken. En ik wens jullie veel plezier en veel succes. Dus bedankt en tot kijk!